Broeder Timotheus, wat een bijzondere dag. Het is Pasen. Ja, broeder Emilius, hoe gezellig. Straks komt de paashaas. En broeder Jacob, slaapt die nog? Hij is bewusteloos. Oei, Rikske heeft een paasei op zijn kop gekregen. Maar wie? De paashaas! De gezissie, ja, dat ei kwam vlak op zijn kop terechte. Ik had met hem immers nog een eitje te pellen, vrienden. Doe er maar een grote strik om en breng hem weg. Waar naartoe? Is hier geen gevangenis? Een dierentuin, bedoelt ge? Nee, niet dat ik weet. Kom, Lotamor, ama over, ik los dat hier wel op. Meekomen ga. Zal weer was zijn. Vrienden, kijk eens, een heleboel eieren voor jullie. En voor Sissy. Hoe speciaal. En zo hoog. Ja, zo hoog raken we niet met een ladder. Daarvoor hebben we een kraanvogel nodig. En hoe ga je dat dak dan isoleren, schat? Met isomo. Ik heb al een doos besteld. Hier, schat. Eet wat. Oeh, lekker. Dankjewel. Maar wat kraakt daar? Het is... Dat ei. Mama. Maar ik word mama.